Wat was het mooiste aan de avond voor jou? De overwinning. De overwinning? Nog mooier dan de assist die je geeft? Nou ja, natuurlijk. De overwinning is heerlijk. En 0-3 uit bij Cambuur. En daardoor kunnen we deze lijn denk ik heerlijk doorzetten. En dat is het lekkerste van de avond, ja. Had je verwacht dat je zo overtuigend en afgetekend zou gaan winnen hier? Nou, we begonnen natuurlijk wel erg sterk. Tot aan de 25e minuut denk ik ongeveer. En toen kregen we het een stuk lastiger. We kregen het team niet meer echt bij elkaar. Waardoor we niet echt meer druk op de bal kregen. Waardoor we hun eigenlijk een beetje in het voetballen lieten. Daardoor gingen wij te veel naar achter leunen. En kwamen hun wat verder op onze helft te voetballen. En kwamen wat meer in de problemen. Gingen we te vaak de lange bal spelen en ik denk dat het zonde is, want dat doe je in de eerste 25 minuten doe je dat prima en dan scoor je ook twee keer. Maar ik denk dat je dat tweede helft, dat je dat gewoon met die penalty gelijk, natuurlijk is dat natuurlijk heerlijk. Dan kom je goed de rust uit en dan pak je hem gewoon prima door. Ja. Je zit al voor je derde jaar nu bij het eerste er echt bij. Over het algemeen zijn uitwedstrijden vaak lastig gebleken in die eerdere jaren. Maar dit seizoen heb je al Vitesse uit overtuigend weten te winnen. Vandaag weer. Wat is nou het verschil tussen de vorige seizoenen en deze? Ja, vind ik lastig. Ik denk dat we vorig jaar echt, inderdaad wat je zegt, thuis altijd een heel goed gevoel hadden. Maar ik denk dat het gevoel nu zo goed in de groep ligt, dat het eigenlijk niet echt... Tuurlijk, thuis is altijd een extra lekker gevoel, maar ik denk dat je hem nu uit gewoon extra, ook gewoon met een extra goed gevoel meepakt. Omdat je gewoon het gevoel zit gewoon extra goed in de groep. Merk je dat al als je hier naartoe reist ten opzichte van voorgaande jaren? Ja, tuurlijk. Er is een relaxte sfeer in de bus. Wordt gewoon gegeten met z'n allen. En we hebben gewoon een meeting en daarna gaan we gewoon met z'n allen naar het stadion toe. En dat merk je wel, ja. Relaxe sfeer voorafgaand. Hoe is de sfeer zo meteen in de bus op weg terug? Ja, supergezellig natuurlijk. Met z'n allen lekker een potje kaarten. En dat gaat helemaal goed komen. Heel veel plezier. Dankjewel.